Congratulations for the 10-year anniversary of Rijksmuseum. Congratulations, it's great. We're very glad that we can see the real Dutch paintings that we have seen only in books and in movies. We can see them in real life. I always like the skating paintings because I enjoy skating, and most of the last 3 or 4 years that I've been here, I've been lucky enough to be able to skate. Rijksmuseum Schiphol viert zijn 10-jarig bestaan. En daarom hebben we gekozen om een tentoonstelling te maken, Typically Dutch. En daarin hebben we verschillende thema's opgenomen met typisch Nederlandse onderwerpen, zoals het waterrijke landschap, maar ook de vorsten van Oranje en de historische steden, maar ook de burgers en het belang van het gezin, wat altijd hoog in het vaandel heeft gestaan. Het Rijksmuseum is nu 10 jaar op Schiphol met prachtige tentoonstellingen, ongeveer 4 per jaar. En dat is ja, heel bijzonder, in de wereld uniek, nog steeds, ook na 10 jaar. En we laten hier echte schilderijen zien voor ja, een verrast publiek. We hebben hier in dit gebied heel veel transferpassagiers die in principe op doorreis zijn van ergens in de wereld naar ergens anders in de wereld. En door deze dependance willen we laten zien dat wat Amsterdam is, iets meer kleur geven aan de airport. En eigenlijk hopen dat de transferreizigers op een gegeven moment ook voor een aantal dagen hier blijven. En onder andere dan het Rijksmuseum of het Stedelijk of het Van Gogh gaan bekijken. Wat wel leuk is, in 2002 werd op 9 december Rijksmuseum Schiphol geopend door prins Willem-Alexander. En dit is zijn voorvader die eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat Nederland een onafhankelijk land werd.